Zie je me? Nog niet. Ja, ik heb beeld. Ik zie de chat. Zo. Even wachten. Ik heb al 7 mensen in de chat. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag gaan we weer live. En we gaan vandaag van alles doen. Ik ga sowieso even kijken in de nieuwe wereld. Die is vandaag bij de update bijgekomen. En hoe heette dit ook alweer? Wolkenrijk. Wolkenrijk, precies. En je moet met dit, ja, ik weet niet precies hoe dit heet, gaan. En dan... Het mandje met een luchtballon. Een luchtballon. En dan, je moet wel bij Pinta kunnen. Anders kan het nog niet, helaas. En we gaan vandaag loodjes trekken voor de... Om mee te kijken bij iemand in zijn stal. Ja, dus ik ga er één trekken. En dan ga ik kijken wat er precies op staat. En daar gaan we precies kijken. Oké. Okay. Dus, maar voor nu, we zitten hier met z'n tweetjes, hè? Yes. Ik doe weer het chatten. Ja, ik zal even in beeld komen. Ik zal even zwaaien. Ja, ondertussendoor... Hey, hallo allemaal. Vandaag gaan we allemaal leuke dingen doen. Ja. Die regenbogen zijn wel echt heel mooi. Ja, en volgens mij... Oh, volgens mij kan ik nog helemaal niks. Ja, de gouden wolk verspreiden gouden hoefijzers. Oh ja, ja, kijk. En dan kunnen we leuke gouden hoefijzers gebruiken. Echt superleuk. Ik ga even zitten. Even erbij. Dan ga ik ze proberen allemaal te zoeken. Hier vond ik het erg moeilijk. En het leuke is hier, want eigenlijk kan je natuurlijk niet vliegen op Star Stable. Dat kan dus alleen hier. Je kan hier dus vliegen. En dat vind ik zo geweldig. Soja en ik, die waren echt toen we... Ik ben er net heel even geweest. Want ja, ik dacht, oké, ik ben wel heel benieuwd. En toen was Soja er dus ook. Dat is echt heel grappig. Ik probeerde echt een paar keer hoi te zeggen. Alleen ze zag me niet. Even kijken, wat hebben we hebben al heel veel mensen in de chat. Er zitten er nu al 51 in, we zijn net live. Iedereen zegt hoi, 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 superleuk, hoi. Even kijken, deze vraagt, ga je de nieuwe paarden kopen? Die zijn er nog niet, volgens mij. Ofwel, ik dacht dat ze pas op 15 juli er zijn. Weet iemand dat, of ze er nu al zijn op 15 juli? Oké, dat gaan we even bekijken. Anouk zegt, ik kom eraan. Ja, mooi hè? Ja, ik vind het zo gaaf deze wereld. Ik denk dat ik, als jullie me kwijt zijn, denk ik dat ik hier zit. Of ik ben niet online, dan kan ik ook. Oké, Marie zegt, ik kom nu. Amanda zegt, tot hoe laat gaan jullie live? Dat zal ongeveer zijn tot een uurtje of 8. We kunnen nog eventjes de wedstrijd meepakken. Ja. Er is altijd om 8 uur een wedstrijd, dus ik kan jullie er even meedoen met z'n allen. Ik denk dat het Moorland dit keer gaat worden, denk ik. Zou kunnen. Want Moorland is over een uur. Even kijken, Denise zegt, ik heet ook Sophia of Starle. Of Star oh, wacht, een, hoe heet je dan? Heb je dan, je hebt twee verschillende namen, namelijk. Oh, ik ga net niet vliegen, jammer. Ik sta er niet bij. Jammer. Even kijken hoor. Wat vind je zo jammer aan babykonijntjes weggeven? Nou ja, ik heb er niet zo heel veel moeite bij, maar ik had bij eentje, daar had ik echt wel iets opgebouwd of zo, want die sliep altijd in mijn hand en zo, dus daar had ik wel wat mee. Alleen voor de rest, ja, oeh, gaaf. Maar voor de rest vind ik het, ja, het is gewoon moeilijk, want je hebt ze toch wel heel lang naar uitgekeken en dan gaan ze opeens weg. Ja, maar goed, daar heb je nu geen erger mee, het gaat hartstikke goed. Ja. Even kijken, wat hebben we allemaal nog meer? Wil je please mijn naam zeggen? Dan komt mijn dromen uit. Mm. Dat zegt Amelie. Amelie. Amelie volgens mij. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Hoi Amelie. Hoi. Even kijken hoor. Deze zit opstarten. Ekilo is natuurlijk weer van de partij. Hartstikke gezellig. Anouska zegt, ik zit op mijn regenboogpaard en sta naast je met mijn regenboogpaard. Oh, mooi. Ja, maar kan je die nu al kopen? Volgens mij niet. Hé, hey, kijk. Hier staat iets. Jee, ja. Huh? Oh, wat gebeurt er? Voorwerp gevonden. Oké. Okay. Jee, ik heb er weer een gevonden. Want je moet dus ook allemaal dingen gaan zoeken en zo. Oké, okay, hier eindelijk. Hier zijn er meer hoefjes. Volgens mij... Ja, we gaan vliegen, jongens. Let goed op. Ik ga ook een foto maken. Oh, kijk hoe gaaf, jongens.
is toch gaaf? Maak me een paar mooie foto's. Ja, daar ben ik ook mee bezig. Zo. Kijk hoe gaaf. Je vliegt gewoon. Zo gaaf. Zo. Zo, wel even doortikken, want anders sta je stil. En dat vind ik nooit zo mooi. Oh, kijk hoe gaaf dit is. Woehoe, dit is echt gaaf. Oh, kijk dit dan, echt super mooi. Oh, dit is zo mooi. Even, Lisanne zegt, er zijn magische paarden. En Prinses Cute Light zegt, ja, de paarden zijn er nu. Echt? Nu en wel tot 15 juli, zegt ik hier. Waar? Huh? Wat, joh? Je stond echt super raar op je paard, Mandy. Of, ik weet niet precies hoe je heet. Even, maar... Lieve probeert te leren en tegelijkertijd naar de livestream te kijken. Oh, in Nilmers Hoogland, zegt Aya. Oké, okay, Nilmers Hoogland. Dat is waar de zonie staan. Met schikkers. Oh, jongens. Oh, dus daar staan deze allemaal. En maar ook in Moorland horen ze te staan, hè? Ze horen ook in Moorland te staan. En voor Pinta en zo. Ja, dat komt later wel. Even kijken. Ik ga nu even naar Nimmers Hoogland. Of Hoogland, hoe jullie het uitspreken precies. Dus zo. Ga ik... Hoi, Madison. Ik bel even de paardentaxi. En ik, zoals misschien is het jullie al opgevallen, ik ben vandaag level 14 geraakt met mijn paard. Dus ik hoef nog maar één level en dan ben ik level 15. En dan heb ik een level 15 paard, net als Son. Want Sonja heeft er, hoe heet jouw paard ook alweer? Ja, goede vraag. Ga ik zo opzoeken. Ze weet het nog ineens meer. Wow. Even kijken. Nimmers Hoogland, toch? Ja, volgens mij, wacht. Even kijken. Wedstrijd. Ja, Nimmers Hoogland. Yin race, toch? Het is toch Jin's race? Dat is Nimmers Hoogland. Ja, maar je was toch nu aan het vliegen? Waarom blijf je niet gewoon daar? Iedereen is daar. Volgens mij is iedereen nou hier, hoor. Volgens mij is iedereen nou hier. Even kijken. Welke server zitten we? We zitten op Magnolia Island. Even kijken. Het is inderdaad hier op een Hoogland. Hoe is het met de konijntjes? De konijntjes zijn weg. Even kijken. Nee. Iedereen vindt het helemaal gezellig dat je er weer bent. Zo, ik ga weer, ja, jullie kunnen me allemaal wel volgen, denk ik. Jullie zien ook wel een beetje waar ik rij. Oeh, paal. Zo. Pok. Zo. Kijk, daar is het. Dus dan moet je, als je nog niet door deze poort kan, moet je nog wel even wat missies doen daarvoor. Maar ik kan ondertussen door deze poort. Dus dan moet je zo er doorheen. En dan ga je hier zo omhoog. Of je pakt daar de afslag. Maakt op zich niet zo heel veel uit. Dan ga je hier zo. Als je dan nog nooit bent geweest. Moet je even met een man praten. Maar die heb ik dus niet meer. En dan tik ik hierop. En dan staat er. Weet je zeker dat je naar basiskamp Zeniet wil gaan. En dan druk je. Als je niet wil, druk op nee. Maar ik wil. Dus ik ga op ja drukken. En dan krijg je dit. En dan ben je er. Kijk. Oh, gezellig druk hier dan. Je moet dan met deze man praten. Alleen die staat dan daar. Dagboek van Mika. Dag 1. Sinds de storm zitten mijn dromen vol visioen van het wolkenrijk. Zo, dat is een heel verhaal. Nee, dag 1. Is maar eentje. Oké. Ik echt een kasteel in de lucht gezien? Of was het een luchtspiegeling? Ik moet de waarheid weten. We hebben de ballon volgeladen met extra voorraad en genoeg brandstof om een week in de lucht te blijven. Een lange reis maakt voor Pico geen verschil. Hij eet toch alleen maar beestjes. Maar ik zal de milkshakes missen. En zelfgebakken appeltaart voor ontdenking moet offers worden gebracht, oké? Okay? Dus dan denk ik dat je al die dingen of zo moet zoeken daarvoor. Hé, iemand heeft hetzelfde paard als mij. Daphne. Kijk, Daphne heeft hetzelfde paard. Ja.
En even kijken hoor. Ik heb hier in de app staan dat... even kijken. Jonna Wildermans. Die is Mandy Heesneek. Oké. Okay. Die loopt dus ook bij je rond. Ik ga nog een keer vliegen, daar heb ik zin in. En Prinses Cute Light vraagt of we het leuk vinden als we een keer armbandjes of enkelbandjes ontvangen. Ja hoor, dat vind ik wel leuk. Ja, ik vind het sowieso altijd wel leuk om dingen te ontvangen of zo. Oké, okay, Diana die zegt, ik heb babycavia's. Oh, ook leuk. Regenboogwedstrijd, ja maar waarom... En die moet ze ook... Oh ja, ik ga de regenboogwedstrijd doen. Die is leuk. Ja, kunnen we hier met z'n allen op neerrennen? Oeh! Kijk, al mijn vrienden, die zie je. En ik sta helemaal onderaan. Ik wil het doen. Ik vind het best wel moeilijk, want hij gaat echt super snel. Oh, Anouk, dat is Sita. Die heeft een vlucht gekocht. Ze staat in de trailer. Oh, gaaf. Gaaf. Als we nog tijd over hebben, denk ik, als dat nieuwe paard staat, dat ik het ga kopen. Want, ja... Even kijken, hoe kom ik in de instelling van Star Stable? Je kan het op... Ja, dan moet je op Star Stable online, toch? Star Stable online. Ja, doe maar. Als je naar starstable.nl gaat, dan kom je op een inlogpagina. Kun je bovenaan klikken inloggen, voordat je op de knop spelen drukt. En dan kan je bij de instellingen. En daar kan je zien op welke server je bent. Wanneer ga je die paardrijvideo's posten? Nou, dat gaat gelukkig bijna weer beginnen. Oh, yes. Opnieuw. Hij is heel moeilijk. We mogen sinds kort natuurlijk weer naar paardrijden. Yes. Maar zoals jullie weten waren de sporten alleen voor de kinderen. En mochten wij nog niet mee om te filmen. Maar vanaf nu mag dat allemaal weer. Ja. Dus vanaf nu zullen we ook wel weer meer paardenfilmpjes gaan zien. Vliegen! Ik ga nu even geen foto maken, want het is een race, dus dan is het niet zo heel handig. Even, hoeveel nestjes nemen we nog? Ja, geen idee. Geen idee. Nu is het in ieder geval even rust. Ja. Dat is goed voor de konijnen. Ja. Holy moly, dit is zo moeilijk. Oh, Veerle zegt gefeliciteerd met de 23k. Oh. 23.000 volgers op YouTube. Yeah, dankjewel. Want het is echt moeilijk deze race, joh. Ondanks dat je een heel goed getraind paard hebt, is die echt wel moeilijk, denk ik. Zelfs ik heb er moeite mee. Zo, gaan we hier naartoe. Gelukkig regent het nu niet, want het regen is echt zwaar. Je moet ook volgens mij, maar die heb ik helemaal niet gezien. Volgens mij ga ik ook niet goed. Want ik heb nog helemaal geen hoefijzers gezien. Of ik heb hem al gedaan, dat kan ook. Ik heb hem al gedaan namelijk. Oh ja, wacht, die krijgt natuurlijk XP voor, dus dat heeft geen zin meer. We gaan nog een keer vliegen. Woehoe. Kom op, door en jee, nog een keer vliegen. Kijk hoe snel. Oh, Diana zegt de paarden staan in Nilmers Hoogland bij die grijze huizen. Oké, okay, nou, gaan we daar straks kijken. Grijze huizen? Ja, nou, we gaan het wel vinden. Oké. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Even kijken. Edwin, ja, Bobby die heeft een hond in het spel. Ja, ik heb een hond. Laila zegt, hoi Sonja. Hoi. Oh, niet weer. Ik ga het opgeven. Zo. Oké, Femke heeft een vraag. Oké, kom maar op met die vraag. Pak hem. Daar ging de bak met loodjes. Ik vind er niks op de grond gevallen. Zo, dan gaan we weer verder. Vraag. Zeg je altijd friet of patat? Oh, ja, het heeft een betekenis namelijk. Ik zeg altijd patat. Maar patat is eigenlijk aardappel, volgens mij. Ja, friet er ook. Friet en patat is allebei hetzelfde. Ja, maar... Ja. Maar niet uit. Oké. Er zit iets in of zo, ja. Ik zeg altijd patat. En heel soms friet. Wat voor hosten. Kijk, dit vind ik dus echt mooi. Dit heeft iedereen bij zo'n nieuw paard, dus zo'n grote, ja. Heeft iedereen dit als setje.
Ja? Echt allemaal zo'n regenboogkleur. Ja, ze zijn wel echt heel mooi. Ja. Dus misschien... Misschien... Oh, joh, die is mooi. En dat is een nieuw zadel. Oh, die is ook wel mooi. Heeft iemand een foto moeten laten inslapen? Jonna. Dat is niet zo leuk. Sterkte ermee. Even kijken, Jan zonder van. Dat was niet Jan, dat was het account van zijn vader, van zijn of haar vader. Ja. Ik ben even de naam kwijt, maar die zegt, ik heb je net gezien en ik heb een foto van je gemaakt. Mijn droom komt uit. Hier staat Daphne weer. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen hier. Dag Elise, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik weet het niet zo goed. Stop motion zegt patat. Ik weet niet zo goed wat ik zou moeten doen. Even voor jullie, waar nou die race zat die ik net deed. Je begint bij de ingang of je bent al verder. Maar ik begin in ieder geval bij de ingang. Doe ik gewoon even escape. Waar ze ook de paardentaxi zit. En dan waar normaal de paardentaxi zit, zit nu een keer terug naar de ingang. Dan ga je hier naar links. Hier zo. Dan ga je hier zo deze regenboog op. En dan hier kom je de regenboogwedstrijd. Dan moet je met je muis er zo opstaan en dan kan je die wedstrijd gaan doen. En dan moet je zorgen niet af te gaan. En ik vind het heel knap. Ik heb hem net ook gedaan, maar toen heb ik echt 4 keer opnieuw moeten doen of zo. Ik vind hem heel moeilijk. Zo, ik heb een vriendschapverzoek, zie ik. Ja, ik die even een beetje... Oh, nog zo, één. Even kijken wat er nu gebeurt. Zo. Wat is hier eigenlijk? Kan je hier vliegen? Zo. Oh, ik viel er bijna vanaf. Zo. Oh, die moet ik hebben. Ik was er bijna naast gegaan. Even kijken. Ik ga eens even verder in de chat. Want er komen zoveel berichten binnen. Inmiddels hebben we 67 verschillende mensen, kinderen, jongens, meiden, die allemaal met ons meekijken. Gaan we beginnen met de loodjes trekken? Nou, we gaan even een loodje doen tussendoor. We hebben hier de loodjesbak. Ja. En we gaan even. Ik ga een loodje trekken. Ja. Ik doe even mijn ogen dicht. Dit gaan we alle volgende keren in de lives ook een keertje doen. Oké. Dat we steeds wat anders hebben. Ik heb deze. En ik ga hem open doen. Oh, zo één. Wie heeft een woeder in zijn stal staan? Dat is zo'n soort van, zo'n fjord of zoiets. En die heeft dan van de plant of zo een beetje op zich groeien. Eens kijken. Een woed-ear. Dus het is zeg maar een houten paard. Ja. Een woed-ear in zijn stal. Dus als jij nou zo'n paard hebt en die heb jij in je stal staan. Yes. Laat ons dan even weten in de chat. Yes. Dan gaan we strakjes, komen we even bij jou in de stal. Yes. En dan gaan we even samen kijken naar. Ja, ik ben super heel benieuwd. En als er niemand reageert die er nu een heeft, ga ik hem over 10 minuten nog een keer benoemen. Want dan zijn er misschien nieuwe kinderen bijgekomen en zo. Dus alsjeblieft. Oké, dus we zijn op zoek naar een woed-ear. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd wie dat allemaal heeft. Even kijken. Ikke. Wie zegt ikke hier? Ada, ga dan even naar je stal. En dan ben ik heel benieuwd hoe die eruit ziet. Ja, maar doen we strakjes. Hè? We zijn nu nog even bezig. Ja. Strakjes zeggen wanneer je een verzoek kan sturen. Yes. Even het onweert. Kijk. Opa. Hier onweert het, zie je? Oh, een donkere box, hè? Ja. Maar blijf kijken. Je ziet soms zo'n flits. Nee. Je ziet soms zo'n flits. Even kijken. Gaaf. Hey. Kilo zegt, ik heet Daphne op SSO. Ik heb een groepsverzoeking. De reden dat ik ze niet tijdens een live goedkeur, is omdat er maar 5 mensen in zo'n groep kunnen. En er zijn natuurlijk met veel meer mensen die op SSO een account hebben en mij volgen. Dus dat kan niet. Want dan is het niet zo eerlijk als de andere mensen niet kunnen. Dus dat is de reden waarom ik geen groep accepteer. Sorry.
Even kijken. Laila zegt, ik kijk al sinds het begin en ik ben nooit gestopt met kijken. Ik hou van jullie video's. Doe je de groetjes aan Bobby Lee? Ja, bij deze Laila, gedaan. Even kijken. Ze hebben veel mensen. Kun je bij de magische paarden gaan kijken? Ja, dat gaan we zo meteen we daar kijken. Want daar wil ik ook wel echt heel graag kijken. Dat gaan we zo meteen ook doen. Maar ik zie ze soms wel eens veranderen van kleur. Dus als je zo'n paard die zulke kleuren op de manen heeft, dan zie ik ze opeens naar grijs veranderen soms. Gebeurt dat altijd of is dat alleen maar voor de andere mensen die dat zien of zo? Wow, er vloog er in. Ze zijn echt breed. Oei! Even kijken. Er wordt ook gezegd, je paard is bijna level 15, dus ga trainen. Dus je moet gewoon een paar wedstrijden doen. Dat gaan we straks doen. En we gaan straks nog even een wedstrijd op het einde doen om 8 uur. Vliegen, mooi. Even kijken. Oh, deze foto is echt mooi. Deze foto is mooi. Oh, deze foto is echt mooi. Ja, leuk hè, zijn ze met die vleugels. Ja, ik vind ze echt gaaf, omdat je nooit kan vliegen in Star Stable. Hebben jullie ook al leuke foto's gemaakt? Ja, ik wil in ieder geval zoals je ziet. Maar ik vind het ook zo, gewoon zo gaaf. Nu kan je eindelijk eens een keer vliegen in Star Stable. Geweldig. Even kijken. Lois vraagt... ik kijk al je video's, ik heb één vraag. Gaat het goed met paardrijden? Ja, het gaat goed met paardrijden, ja. Het is wel echt soms, want vorige keer toen reed ik op Beaucheron. En toen schrok je van papier, van dat hooi. Dat zit natuurlijk papier, omdat anders gaat het schimmelen. En toen schrok je daarvan. En toen kreeg ik hem echt niet meer stil van... ga loop gewoon weer naar draf. Dat was wel echt super eng, vond ik heel eerlijk. Toen moest ik mijn zweep en zo op de grond gooien. Want als je voor ongeluk hem aanraakt, gaat hij alleen maar harder. Als je hem natuurlijk niet stil krijgt, dan is dat echt niet de bedoeling. Dus, en omdat wij nog niet in galop mogen, helaas. Oké, dat account van Jan Zondervan, waarvan ik net zei... ik weet niet meer of het jongen of een meisje is... Ze heet Sandy. Oké. Sorry, de chat gaat zo snel dat het lastig is om alles bij te houden. Nee, geen bliksem alsjeblieft. Oh, jongens. Oh, bij Stop Motion is vandaag zijn kitten aangereden. Oh. Dat is ook echt niet leuk. Sterk daarmee. Oké. Daarom hou ik dus echt niet van deze race, omdat ik hem niet kan. We zitten op de server Magnolia Island. Yep. Zo. Ik heb een stal uitnodiging. Zon. Ik heb er een. Ja, maar ik weet niet of dat een goede is. Ik ook niet. Ik ga straks als ik hem... Als ik Sandy zegt, is niet erg. Ik ga het onthouden nu hoor, Sandy. Echt waar. Lisanne zegt, ik heb 39 paarden en ik ben Ada op Star Stable. Ja, is het ineens een vlieg. Wat is Ader, als ik vraag mag? Ada. Ada. Ik verstond Ader. Ik denk, wat is Ader? Nee, Ada. Ik weet wel wat Ader is, maar ik weet niet wat dat betekent op Star Stable. Dit gaat zo snel altijd. Boom. Nee, niet weer. Oh, jongens, help me. Kom maar, man. Oh my god. Ik kan dit zo slecht. Ook. Zo, ik ben uit de regenbui. Hoeveel keer moet ik nog als ik vragen mag? En dit is het laatste stuk. Je bent 2 van 2 nu. Je bent een klein stukje. Waarom rij je over een regenboog, wordt er gevraagd. Ja is dat is nieuw op een of andere manier. Dat kan ik ook niet voorkomen, want anders rij je alleen maar op wolken en dan kom je niet zoveel... Ik ga toch wegvliegen. Anders kom je niet zoveel verder. Dus dan moet je wel over een regenboog of zo. Maar ik vind het wel gaaf. Oh yes, ik ben bij zo meteen na de wedstrijd gaan we zo meteen naar beneden. En dan gaan we even... Oh kijk, de wedstrijd is voorbij. Oh, ik heb een record volgens mij. Zo, oké. En er is vanaf
nu zijn er allemaal leuke dingen. 18 juli, 25 en juli zijn er allemaal leuke dingen te doen hier. Die allemaal open gaan. En 1 juli was dus deze open gegaan. Dat is vandaag. Dus die is vandaag open gegaan. Dus dat vind ik wel erg leuk. Oké. Gaan we terug naar Moorland? Ja, ik denk het wel. Oké. Zie ik jullie zo meteen in Moorland? Yes. Ik moet wel zeggen, het gaat wel sneller als je terug wil. Gaat het wel sneller dan met de paardentaxi. Ga je even naar de stal? Ja, is goed. Ga ik weer deze. Iedereen eventjes, er zijn een aantal mensen zijn je kwijt. Madison heeft een uitnodiging gestuurd. Ja, die zit ook ergens in de chat. Ik zal hem even laten staan, want anders als ik hem wegklik, dan heb ik er niks meer aan. Ja. Sterre zegt nog 17 dagen en dan gaat haar konijntje bevallen. Oh, leuk. Zegt je, je hebt er zoveel plezier van, echt waar. Ja, Madison heb ik ook voorbij zien komen in de chat. Ik denk dat ze heel raar uitziet. Oké, wie is ook alweer Madison? Help me even. Heeft Madison toevallig een wood ear? Even kijken. Wie zijn er allemaal? Heel veel. Ja. Daphne heeft een zadel. Daphne, ja. Die heb ik hier even voorbij. Daphne is... Die er al een paar keer is. Hele leuke naam. Oh, leuk. Ikio. Ikio is Daphne. Leuk, Eline. Ik ben Madison. Goodford zegt, ik ben Madison. Oké. Okay. Dus maar Madison, heb jij een wood ear? Dus zo'n... Ja, laat hem maar zien. Zo'n paard. Dus heb jij die? Want anders... ja, Ikio, we kunnen straks wel even een foto maken. Geen probleem. Hartstikke leuk, omdat jullie hetzelfde paard hebben. Ah, oh ja. Ikio ja. is Daphne. Oké, okay, heb je er eentje? Madison zegt nee. Jammer. Dan doen we deze keer niet bij in de stal kijken. Nee. Jammer. Oké, okay, wie heeft er wel een? Wie heeft er een wood ear? Ik. Oké. Okay, wie is ik? Even kijken als die weggaat. Elena, ga dan even naar je stal. En dan ben ik heel benieuwd hoe die eruit ziet. Ja, Elena, stuur maar een stalverzoek. Dan gaan we dus even bij je kijken. Ja. Oh, en wegwassen. Zag je dat? Ja, dan heeft ze een andere stal dan Moorland. Oké. Okay. Want dan belt ze er thuis stal. Oké, okay, jongens. Dan gaan we even bij Elena in de stal kijken. En dan zijn we zo weer terug. Zo. Ik heb hem. Nee, dat is een groep. Ik doe geen groep. Deze niet? Nee, want dat is een groep. Dus dat doe ik niet. Nee, nu eventjes niet. Want dat is niet leuk als we met zoveel zijn. Ja, ik ben heel benieuwd. Ga ik ze ook even een foto maken. Ik ben echt super benieuwd. Huh? Stal heeft geen vrije boksen meer. Oké. I don't know. Oh, maakt niet uit. Ze heeft er eentje. Kijk waar die is. En waar is hij? Waar is hij? Waar? Hey, Black Pink. Waar is die? Waar is hij? Is dit hem? Oh, maar hij ziet er heel oud. Kijk, ga eens op. Dit is een paard. Wacht. Is dit hem? Ziet er anders uit dan op het plaatje. Ja. Verandert hij misschien als je buiten of binnen ja, het bos bent? Ja, dat denk ik. Want... Misschien staat hij... Nee, want ze staat nee, hier. Blijf staan. Andere kleur. Ja. Hij verandert. Hij verandert van kleur. Zo, hij is echt wel mooi. Hij lijkt echt op Henk. Ja. Ga er eens bij staan. Maak eens een leuke foto. Misschien moet hij even omdraaien, dan kan Henk... Nee, hij is niet Henk. Level 2. Hij is wel echt mooi. Ja, ik vind hem echt mooi. Hey.
Oh, hij doet hetzelfde soort beweging als een magisch paard, ja. Een magische. Ook loop gewoon door een paard heen, waarom ook niet. Oh. Ja, ik kan geen foto maken. Zon. Even kijken. Kijk, ze zeggen dat is hem niet. Ze zeggen allemaal dat is hem niet. Dat is hem niet, dat is hem niet. Oh. Het moet een fjord zijn, dat is hem niet. Nee, dat... Ja, het is wel een fjord wat erop staat. Oké. Okay. Nou, dan is deze dus niet goed. Dit is hem niet. Ik ga wel een foto maken, ik vind het echt grappig. Ja. Ik ga wel een foto maken. Oké, okay. Heeft iemand die hem wel heeft? Ja. Hij verandert niet van kleur. Huh? Nee, dat klopt. Maar een woedier moet een fjordpaard zijn. Ja, want... En dit is een grote. Dit is zo'n zo een als jij ook hebt. Het is hetzelfde ras. Oké. Okay. Oké. Okay. Want dit is een fjord. Deze vind ik echt mooi. Er wordt heel veel gezegd in de chat. Ja, het is hem niet. Ja, het is hem wel. Het is hem niet. Het is hem wel. Het is hem echt niet. Maar een andere kleur. Dit is een kleisdeel, dat klopt. En dat is het ras van Foxshine, dat klopt ook. Ja, want hij maakt alle dezelfde bewegingen en zo. In de stal is die groen. Anouk zegt niet. Nou, we hebben wel een hele moeilijke... Ja. Ik ga nog even bij anderen langs. En dan ben ik benieuwd of anderen wel hebben. Of die wel verandert van kleur. Ja, wacht, maar, ze gaat, gaat ze hem halen. Ja. En waarschijnlijk neemt ze hem nu mee naar buiten. Ja. Oh, misschien is dat wel leuk. Ga anders achter Elena Haan. Dan kun je hem buiten zien. Ja, daar ben ik wel benieuwd. Want het is echt wel hetzelfde ras als Foxshine. Daar ben ik het echt wel mee eens. Want hij maakt dezelfde bewegingen en zo. En Elena, waar ga je heen? Waar ga je heen? En zo eruit, want anders word ik uitgestuurd. Ja. God. Waar is ze? Waar is Elena? Dit is mijn nieuwe paard. Wow, die is mooi. Oh, die is mooi. Mooi, Zita. Ja. Oh. Mooi, Zita. Anouk, supermooi. Ik heb een staluitnodiging van Ada. Ja, dat gaan we even niet doen. We gaan eerst even kijken waar is Elena gebleven. Ja, waar is Elena gebleven? Elena rijdt nu op de paard. Ik heb geen idee waar ze is gebleven. Nou, ze zal hier zometeen wel heen komen. Ik heb geen idee waar ze is gebleven. Elena? Waar ben je als ik vragen mag? Oké. Okay. Oh, daar is ze. Oké. Okay. Ze heeft even iets opgedaan. Oké, okay, Elena, we rijden achter je aan. Ja, en ik ben benieuwd of die verandert. Ga maar rijden. Ga maar rijden. Je mag heel hard. Iedereen mag mee. Gaan we even kijken hoe die verandert. Als ze weet waar die verandert, denk het wel. Ja, ze zal nu naar het buitengebied lopen. En dan zal die veranderen, denk ik. Oh, spannend. Oh, ze remt. Ze remt heel hard. Waar is ze nu gebleven? Waar is Elena nou? Elena, waar ben je gebleven? Wacht, ik ga even terug. Komt een hele iedereen tegemoet. En ineens was ze weg. Ze stopte hier. Want daar is de grens. Waar is ze? Elena? Nou, Elena is weg. Nou, dan gaan we gewoon iemand anders. Oké. Okay. We gaan een nieuw loosje trekken. Pom, 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 pom. Ik hoop dat deze makkelijker is, jongens. Wie heeft er een Amerikaans geschilderd paard in zijn stal staan? Deze. Kijk hoe dat eruit ziet. Geen idee waar ze is gebleven. Ja, Elena is weg.
het even laten zien. Ik heb een stal uitnodiging. Ik doe geen groep. Er kunnen maar 5 mensen in en we hebben veel meer. Dus dat kan niet helemaal. Oh, ik heb op ja gedrukt. Ja, want ik doe het niet. Ik heb geen idee waarom het hier zo druk is. Nou, ik denk omdat iedereen om me heen wil staan. Serverfout. Oh. Ja, dat kan. Dat kan. Veel mensen hebben soms... Ja. Maar dan nog, heeft er iemand wel een woed hier? Want ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Ja, ik ook. Dan kunnen we die even ophalen. Dan kunnen we er achteraan rijden. Ja. Nu ben ik terug. Kees heeft een andere woed. En kan veranderen. Is dit hem? Ja, maar is dat een... Dat is toch geen woed hier? Nee. Dat is geen woed hier. Nee. Dit is een ander magisch paard, maar geen woedier. Ik weet niet. Oké, zijn er nog anderen met een woedier? Ja, die wel er eentje hebben. Nou, we hebben wel gelijk een heel moeilijk loodje getrokken, hè? Ja, misschien te moeilijk. Nou, ik zie heel veel reacties. Die Ada heeft er één. Ja. Ja. Waar zit Ada? Nodig me uit voor je stal. Hoe heet je? Want ik heb hier een uitnodiging van Ada. Heb je Ada? Nou, doe maar Ada. Ja, we gaan het gewoon proberen. Ada. Laat ik me ben je woed hier zien. Dit is een fjord. Nou, waarschijnlijk staat hier gewoon als bruin in. Ja, ga naar Ada toe. Even kijken, waar is ze? Ik denk dat dit hem is, maar ik weet niet waar ze is. Ik denk dat ik bezocht ben om eraf weg te gaan. Ik ben verzocht de stal te laten. Oké. Okay. En dan zijn we er weer uit. Doe geen groep. Nou, dan voor nu laten we het even zo. Even kijken hoe laat is het. Het is 7:55. Kampioenschap is over een half uur. Ja. Jullie kunnen nog even een wedstrijd doen met z'n allen. Heb je nog een wedstrijd die je moet doen? Voor punten of zo? Heb ik al gedaan. Maar ik wil even bij die nieuwe paarden kijken eigenlijk. Oh, dan gaan we dat doen. Dus dan moet ik even kijken. Wacht, dan moet ik even... Richting Nilmers Hoogland. Dus bij Yin, toch? Ja, bij Yin. Dat is de andere kant. Nee, gewoon lopen. Oh, oké. Okay. Gewoon lopen, dat iedereen met je mee kan. Zo, even kijken. Ja. We gaan even bij Yin kijken, jongens. Hoe moet bij Yin? Weet jij dat? Ja, gewoon een bergje op. Oké, bergje. Oh ja, dan moet je langs de oude boerderij en zo. Ja. Als je hier nog niet langs kijkt, dan kun je het wel natuurlijk gewoon heel gezellig kijken hoe we... Als we een nieuw paard gaan kopen, ik heb geen nieuwe duurste zijn. En als we dan zo meteen bij dat circus staan, dan is het misschien leuk om met z'n allen even een foto te maken. Ja. Heeft zij een body protector aan, lijkt het wel, Elena. Ja. Boop. Ja, dat is Dat is zo'n magisch paard. Dat is een magisch paard. Oh, jongens, ik ga die kopen. Maar dat is niet het magische paard waar we al op zoek waren. Ik moet die kant op zo te zien. Nee. Jawel. Je had gewoon rechtdoor moeten gaan. Ik volg Elena. Zo, hier zijn er Elena gaat verkeerd. Zo, die is ook mooi. Hier staan ze. Ja, kijk. We gingen toch naar Yin? Ja, maar hier staan ze. Okay. Oh, maar hier is niet dat ene magisch paard. Welke ene paard zoek je? Die. Aan de andere kant staan we hier. Oh, dat is jouw favoriet, hè? Ja. Gespot. Zo goedkoop! Ja, blijkbaar. Het zijn de paarden van vorig jaar. Die zijn nog goedkoper dan het paard dat ik wil overzetten, joh. Jeetje mina. Ja, het is wel level 1. Maar verandert deze? Ja, ik denk dat deze wel verandert. Maar verandert ze allemaal zo? Het is opeens druk, joh. Even kijken. Oh, die is ook wel mooi. Oh, het zijn allemaal mooi. Er wordt gevraagd met welk programma wij opnemen. Wij nemen op met het programma OBS. En daarmee kun je dus je scherm... delen of eigenlijk streamen naar YouTube. En zo doen we dat.
Het is geen... Ja, ze veranderen zo, kracht allemaal. 5, joh. Of allemaal. Oké, dan ga ik even de mooiste. Welke vind ik het mooist? Die vind ik iets minder, eerlijk gezegd. Ik vind deze echt mooi. Ik denk, ik twijfel tussen deze en die ander. Ik twijfel tussen die en die ander. En die regenboog. Ja. Die regenboog vind ik iets minder fel, waardoor ik hem iets minder mooi vind. Maar die heeft van die vlekjes waar ik hem dan minder mooi vind. Oké. Ja, nou ja. Je hebt nog heel lang om na te denken, want je bent voorlopig nog niet jarig. Nee. Oh ja. Oh ja, ik mag het ook nog niet gebruiken. Anders ook al niet inkopen. Nee, gaat niet gebeuren. Even kijken. Zullen we even met z'n allen een foto maken? I'm sorry, maar ik ga je wel kopen. Okay, dan zien we alle meiden en jongens weer bij elkaar komen. Als we een beetje op een rijtje gaan staan. En dan proberen niet allemaal op elkaar te gaan staan. Nee, niet allemaal op elkaar. Dat vind ik ook weer niet zo mooi. Een beetje bij elkaar. Ja, want als het op elkaar is, iedereen wil naast me staan. Dat kan niet. Even kijken, Charlie, nog even omdraaien. Jongens, dit kan allemaal niet. Maak er vast maar een foto. Veel te vol. Het is wel een beetje vol. Ja, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon nog een paar dat keer Het is wel proberen. Een beetje vol. Oh, met die mooie paarden op de achtergrond. Oh, ik kan het niet heel rijk worden. Wacht maar niet. Sandy zegt de regenboog, please. De kleine zijn heel goedkoop. Die met wit en roze is niet mooi. Hij verandert in bruin met wit, zegt Diana. Hoezo mag je hem niet kopen? Nou ja, zoals jullie zien heb ik opeens superveel. Ik heb dit voor mijn verjaardag gekregen. Maar de actie liep toch maar tot nog maar een paar dagen. Dus dat kan, mag ik dan niet gebruiken. Maar ik wil het zo graag. Even kijken. Kan je ook een foto maken als je wil zwaaien? Kunnen jullie zwaaien, jongens? Allemaal even zwaaien. Enter, enter, zo. Dan moet jij bijblijven, want jij moet een foto maken. Ja, maar iedereen gaat zwaaien, niet iedereen gaat gelijk. Nee, maakt niet uit. Kijk, doen. Kijk, die. Ja, even weer je foto uitzetten, nog een keer doen. Hoe maak je een foto? Je moet op O drukken. Op O en je hebt het hier zo. Kijk, dan kan je, maar dan is het wat moeilijker. Ja, hier kun je het niet zien, hier zo. Oh nee, dat kan je niet zien. Nou, dan moet je op O drukken. Dus dan moet je iets, zoiets doen of zo. En dan moet je op O drukken. En dan krijg je dus een foto. En dan kan je met dit helemaal zo scherp diepte. Kan je dus ook je eigen paard alleen een beetje scherp maken of zo. Kan je allemaal van die dingen aanvinken en zo. Een logo doen. En zo. Dat kan je dus allemaal doen. Tijd van de dag. Dus je kan het helemaal 's avonds. Maar je kan het ook helemaal ochtend en helemaal in het midden van de dag en zo. Er wordt zelf gezegd. Please, mama van Bobby Lee, laat ze er één kopen. Ja, ik wil er ook één. Please. Ik wil. Ja, jullie hebben tijd genoeg. Volgende week, de 8e, zitten ze er gewoon nog. Kun je gewoon kopen. Ze zijn er tot de 15e, dus maak je geen zorgen. Komt echt goed. Jongens, zwaai nog eens even, want ik vind het echt leuk voor op de foto. Jij niet? Jij niet? Ik niet, ik niet. Want anders kan ik geen foto maken. Ja, ik zie één zwaai. Oh, te laat. Terug. Ja, 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 ja. Ja! Ja! Oh! Sophia, ja, wat is er, Elena? Of, even kijken. Madison vraagt, Bobby Lee, geef ons les in de Moorland bak. Oké. wat moet ik dan les geven als ik vraag? Nou, wat doe je normaal gesproken op les? Dan doe je toch ook rondjes achter ja, elkaar rijden? Ja, eerst in stap en dan in geloof en dan in draf. Oh, jongens. Wacht, ik wil even kijken wat die kleinere, hoe duur die kleinere zijn. Kijk, dit is zo'n klein. Zo, halleluja. Ja, oh, die komt echt dichtbij. 399. Inderdaad, die is iets goedkoper. Wat is die? Wat is die? Wat is die? Wat is die? Als ik hem bij kan. Als ik hem kan. Ja. Oh, die is ook mooi.
Ja, ja, zo gaat dat. Nou, misschien moet je dat maar eens gaan doen. Lesgeven in de bak. Oké, dan gaan we nu even naar Moreland rijden. Oh, ik vind dit echt irritant. Zo. Maar we gaan denk ik wel in galop, want anders is het best wel saai. Want ze gaan natuurlijk hier iets minder snel of zo. Nou, dressuur wordt er ook gezegd. Ik kan geen dressuur. Dat kan niet met dit paard, helaas. Dan zou ik daar nu mijn starkers in mogen stoppen, maar dat mag niet, dus... afslaan. Oké. Okay. Het wordt hier echt een hele drukke boel. Ga allemaal netjes achter elkaar staan. Moet jij in het midden gaan staan? Oh, jongens. Zo. Oké. Okay. Iedereen naast me. Nee, rondje rijden. Oké, okay, rondje rijden zo. Oh. Niet in mijn zitten graag. We gaan eerst een rondje stappen. Nou, dat is wel heel langzaam hoor. Ja, ik weet het. Nou, dan gaan we even het drafje doen. Oh, kijk, iedereen heel braaf bij je. Gaan we straks ook nog even springen. Ook wel even zin in. Oké, ik doe het zelfs met twee club. Wil je misschien een verpinten met de paarden zwemmen? Heeft je moeder SSO? Ja. Yep. Ja, maar ja, ik kan niet twee dingen gelijk. We gaan hier... een beetje stil. Hier zo even afslaan. Ik ga even wachten totdat iedereen erbij is. En dan gaan we hier overheen. En dit doe ik dus bijna elke dag. Lieve geeft aan, ik ga op ponykamp met eigen pony's. Dat vind ik heel leuk. Maar het grootste nadeel is dat ik jouw video's niet kan bekijken. Nee. Maar dan heb ik hopelijk wel wat te kijken als ik terug ben. Ja. Dit vind ik zo geweldig om hier overheen te springen. Gaat iedereen achter je aan? Ja. Maar heel veel mensen die vallen ook. Oh, maak maar een heel parcours. Ren maar naar beneden. Oh, je gaat weer terug. Zo met een bordje tegen iedereen aan. Hop. Of wacht, ik weet een hele leuke foto. Wacht, moet ik even op de andere kant doen. Het maakt niet uit als je dit niet kan. Ik heb hier ook heel lang voor getraind trouwens. Oh, je ziet niemand. Je ziet niemand. Ik wil eigenlijk zo laten zien dat iedereen zo achter me aankomt. Dat je onderdoor rende. Maar er zat niemand achter me, jammer genoeg. Zo, nog een keer proberen. Kom op jongens, zit allemaal achter me aan. Please. Zoals jullie weten proberen we 1 of 2 keer per week altijd even live te gaan. Wil je nou zorgen dat je niks mist? Druk dan even op het belletje en abonneer je op het kanaal. Dan krijg je een melding wanneer we live gaan. En we proberen het meestal een dag van tevoren al aan te kondigen hoe laat en wanneer we een nieuwe live sessie gaan starten. Ja. Zodat iedereen erbij aan kan sluiten die dat leuk vindt. Wij vinden het in ieder geval hartstikke leuk als jullie er zijn. Oh, die stippel is ook leuk, zeg. Ja, weet ik. Maar ik mag het niet gebruiken. Alsof hij niet durft overheen te springen. Ja. Echt, dit vind ik zo. Oh, twee naast elkaar. Oh, die is ook leuk. Die zo draaien. Jammer. Nee, we gaan niet alleen maar Star Stable video's maken. Zeker niet.
Dus ze hebben eigenlijk iedere dag wel andere filmpjes of andere dingen die we meemaken. Dus dat komt altijd wel goed. Maar Star Stable vinden we wel erg leuk om te spelen. Ja, en ik speel het ook veel. Daarom kan ik opeens binnen één klap opeens level 15 zijn of zo met mijn paard. Maar het komt omdat ik ook gewoon tussendoor, als ik mijn huiswerk en zo af heb, doe ik dit ook gewoon tussendoor nog even leuk spelen. Omdat ik het ook super leuk vind natuurlijk. Dus daarom kan het opeens zijn dat je echt denkt, level 15 of een ander level of zo. Even kijken, Bobbly, er zijn nu ook wilde paarden die worden anders als je in een normaal gebied rijdt. Waar dan? Want ik heb wel wilde paarden gezien. Ja, maar ik weet niet zo goed. Volgens mij zijn die bij die race, die twee races bij die man waar dat veulen ook zit. Nee, we wonen niet in Limburg. Nee. Nee, we wonen niet in Limburg. Bunk. Dan gaan we even in de bak verder, jongens. En ik, trouwens, de paarden, dit meisje, dat staat nu overal. De paardentrainer? Ja. Het zou wel zijn als ik het nu doe, maar ik mag het niet. Het is inmiddels 48, dus over 10 minuten, nog iets langer, gaat de wedstrijd starten bij Moorland. Zijn er nog meer wedstrijden eigenlijk, behalve Moorland? Ja, voor Pinter, maar ik ben best... Oh, en de Gouden Heuvel, maar daar kunnen wij niet heen. Dus we hebben alleen Moorland op dit moment. Ja, en ik vind Moorland, zelf vind ik Moorland makkelijker dan voor Pinta. Ja, zullen we dan zo meteen lekker met z'n allen even de race doen? Ja. Dat lijkt me leuk. Ja, mij is ook. Dan hebben we nu, want na de race gaan we eigenlijk vrij snel daarna afsluiten. Yes. Zullen we nog een foto maken misschien op het strand? Ja. Dat is ook leuk. Dan heb je een beetje die bergen achterop. Het strand is links. Oh, je gaat hier links. Ik ga hier zo links. Nou, Olivia gaat voor. Hop, 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 hop. Ik ga ervoor. 1, 2, hoppakee. Even mijn groepmelding even wegklikken. Ja, na de kampioenschap Mout zijn we ongeveer een uurtje online. We proberen altijd een beetje een uurtje ongeveer online te blijven. En dan stoppen we ermee. Bovendien, morgen is gewoon weer een schooldag. En ja, ik mag als moeder van Bobbly wel zeggen, ze kan wel groot zijn, maar niet super groot. Dus ze gaat gewoon lekker op tijd naar bed. En we vinden het leuk om leuke dingen te doen, dus dit zullen we zeker blijven doen. Oh ja, dit is... Oh, hier staat ook nog iemand. Zo, even uitzoomen dan. Oké. Okay. Ho. Oh. Rustig. Zo. Die aan. Ja. En kluk. Oké. Okay. En dan een beetje verspreid. Een beetje meer naast ja, elkaar. Ja, nu zitten we wel erg in elkaar. Dan kunnen jullie zo meteen ook nog even foto's Wil maken. Wil je mijn BFF zijn? Reis een klein beetje naar voren, Woody. Ik vind het wel gezellig hoor. Ja, kijk, Sienna die heeft het door. Die staat gewoon netjes op de zijkant. Dan komen we daar een beetje bij staan. Leuk. Kom maar naast haar staan. Oh. Niet ertussen. Niet ertussen, alsjeblieft. Dat gaat niet. We kunnen niet in elkaar proppen, jongens. Kan echt niet. Doe je? Nou, even. Zo. Staan we. Oké. Nou, probeer nog eens een keer. Nee, dit is niet goed. Nog een keer. Doe geen roep. Kunnen je iets meer uit elkaar? Oh,
Lotte zegt, ik ga de klas heel erg missen. Ik kan nog maar vijf keer zien en dan zijn we uit elkaar. Ze zit in groep 8. Wendy zegt, Sienna ben ik. Ja, Wendy zegt ook, ga uit me. Ja, Bobbelie, we gaan meestal rond een uurtje of 8 afsluiten. Nog even wat drinken. Ze heeft al zomervakantie. Oh, lekker. Ja, wij nog niet hoor. Hier is gewoon nog school. Ja. Oké, jongens, even lachen. In 3, 2, 1. Oké, echt topfoto. Maak maar. Blooper. Ik wou dat je zo blooper. Ja. Oké, nog een keer proberen. 1, 2, 3. Iedereen zegt, ga uit me. Je ziet het. Inderdaad, ga even uit elkaar, want dan kan je veel beter een leukere foto maken. Oh, Mirjam zegt, ik kom Star Stable niet meer in. Jammer. Wendy zegt, lekkere foto. Oh. Ja. Ja, echt. Ja, die foto's, dat gaat nog niet helemaal goed met een hele groep. Alleen heeft er al een paar gepakt. Mirjam zegt, ik kom Star Stable niet meer in, ik kan wel huilen. Maar Mirjam, volgende week zijn we gewoon weer online. Ja, en je kan het natuurlijk niet goed zien, dus meestal als we even een goede foto kunnen maken. Meestal op vrijdag of op zaterdag. En anders sowieso op woensdag, dat wordt gewoon onze vaste dag. Oh nee, volgende week lekker vakantie. Oh, lekker, 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 lekker. Ja, Wendy roept iedereen uit elkaar alsjeblieft. Kunnen we een veel betere foto maken. Ja, iedereen heeft een beetje problemen. We maken nog één foto en dan gaan we naar de standaardtest op 5 voor 8. Of naar de wedstrijd. Ja, oh, dat vind ik wel een op zich wel goed. Oh, nou, die is best oké. Okay. Die is best oké, ja. Echt hele grote paarden. Zo, je ziet mijn hoofd helemaal niet. Die zit helemaal hier. Oké, jongens. Laten we naar de wedstrijd gaan. Zo. Kian zegt, ik zit in groep 8 en vandaag was de allerlaatste dag dat ik mijn klas zag. Ik ga ze missen heel erg. Ik moest huilen. Ik heb al vakantie. Ja, ik moet nog 2 weken zo'n beetje. En Maud zegt, ik zit in de eerste en dan heb je ook een lange vakantie. Dus hier is het ook al vrij. Nou, zijn we nog op tijd? Het is wel erg druk. Nou, dan zullen we nog wel op tijd zijn, denk ik. Even kijken. We hebben nog 6 minuten. Ja. Klik hem aan. Oh, die loopt er voorbij. Kan nog niet. 6 minuten. Oh, ja, sorry. We zijn keurig op tijd. 1 minuut voordat hij open gaat. Kampioenschap over 5 minuten. Yay, ik sta op de doos. In 1 keer. Oh. Weet je hoe ik dat doe? Nee. Zie? Okay. Nee. Cool. Oh, nog 1. Ja, het is heel simpel. Je gaat gewoon hier staan. Ja. Even achteruit. Zo, je gaat hier staan. Ja. Dan ga je in volle galop. Spring je er ietsje voor. Oh, dan kan er niet overheen springen. En dan sta je er. Oké. En dan, ja. Sta je bovenop? Ja. Oh, je kan met heel veel erop. Oh, zo is het wel gezellig druk nu. Maak eens foto. Oh, die heeft wat gevlochten haar. Ja, maar dat zit bij het paard zelf, hè? Oh. Dat zit bij het paard zelf. Oh, oké. Okay. Mirjam, tot ziens. Tot de volgende keer. Tot ziens. Sarah zegt, ik ga volgend jaar naar groep 3. Oeh. We gaan echt in die mevrouw staan. 4 minuten. Oké, jongens, aanmelden. Het is zover. Ja. Even kijken of ik ook mee kan doen. Please, zeg gewoon wel. Oh, ik heb verkeerde paard bij me. Welke heb je bij je? Oh, je pony zeker? Ja. Zo, ik sta er weer op. Ik
Heb je nog tijd om een paard te halen? Ja, nu heb je nog 3 minuten. Waar ben je dan? Ik loop nu mijn stal in. Oh, dan heb je nog tijd zat. Ik had deze keer, toen was ik net ingelogd, moest ik echt heel snel racen. Toen moest ik nog mijn paard omwisselen. Moest ik echt super snel racen om het kampioen te gaan. En toen had ik serieus nog 2 seconden zo'n beetje. Ja, ik was echt heel close. Ik was echt heel close. Ik had echt nog maar 2 of 3 seconden. En toen had ik hem gehaald. Ik was zo blij. Ik was echt super snel boven gerend opstarten. Ik moest zelfs nog mijn computer opstarten. Dus toen moest ik de stable nog opstarten. En toen moest ik nog snel even omrijden. Want ik reed... Of reed ik op deze? Ik weet het niet. Ik reed nog op deze. Ik had nog geen ander. Rustig. Dus toen moest ik snel omrijden. En toen had ik echt maar 2, 3 seconden. Ik heb mijn paard nu, mag ik hem zo nog even eten geven? Waarom doe je dat niet hier? Oh, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Doe het even hier. Heb je een muis? Het is al druk, joh. Je hebt nog 2 minuten. Echt, iedereen probeert op te komen. Je hebt nog 1 minuut. 1 minuut? Ja. Ga je wel halen. Ik loop nu mijn stal uit. Ga je nog halen. Ik zie je nog niet. Laat me eens even omdraaien. Hier moet ik. Kom maar nu aan, over het gas. Ja, ik zie je. Daar. Heb ik nog? Je hebt nog tijd zat, ga maar. Moet je wel goed pakken. Je hebt nog 1 minuut. Ja. Yes, zit erin. Oké, ik zit er ook in. Oké, Maud, dat vind ik een goed plan. Als we klaar zijn met de wedstrijd, dan gaan we eigenlijk afsluiten. En als afsluiting noem jij gewoon een heel rijtje met namen op die er allemaal staan. Oké. Om even gedachten te zeggen. Oké, is goed. Gaan we doen. Is goed. Hey, Lova. Is er ook weer. Ik denk dat wij wel bij elkaar komen op zich. Welk level ben jij? 12 toch met je poppetje? Ja. Ik ben level 11. Live? Yes, ik ben live. Lofa, volgens mij. Ik weet niet of Oké, jongens. Het is bijna zover. 28 seconden. We komen misschien bij elkaar met Sonja. Zegt Charlie. Ja, ik hoop het. Ik hoop het ook. Hi. Nog 6, 5, 4, 3... 2, 1. Wedstrijd goed maken. Ik vind het echt spannend. Ja, ik zit bij jou. Ik zit bij Zita, ik zit bij Lova. Ik zit bij Iris, Violet. Ja, heel veel mensen of zo. Ik zit in groep 2. Ik ook. Oh, nee. Ik zat altijd in groep 3. Maak je klaar. Oh, 30 minuten, jongens. We gaan zo meteen namen noemen. Oh, Sita is natuurlijk wel bij ons. Anouk, hartstikke leuk, gezellig. En Kio zit in 3, dus dat is Daphne. Sarah zegt ook yes, groep 2. Nou, allemaal succes. Succes inderdaad. Nog een paar seconden en dan gaan we. Hé, je kan al die gevonden spullen kan je erin doen. 3. Oh jongens, het gaat beginnen. Ik was dus bijna tweede, alleen toen reed ik aangestegen en toen was ik derde.
Oeh, auw. Svea kan natuurlijk niet reageren in de chat, want zij is ook druk bezig met het kampioenschap. Mijn hart gaat echt tekeer, jongens. En omdat ik derde ben, ik hoop tweede te zijn. Ik sta met het voorlaatste paaltje vast. Nou, ik ben ook binnen hoor. En, wat denk je dat het is geworden? Ik ben tweede. Je bent tweede? Even rustig aan. Mijn hart, jongens, die gaat echt tekeer. Even kijken. Ik ben weer terug in de chat. Even zoeken. Een paar secondes. Zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. Tijd is voorbij. Ja, ik ben tweede. Even kijken. Charlie is hier eerste geworden en Lova is derde. Goed gedaan. Oh, super. Ik ben eruit. Oh, jammer. Zeven. Oeh. Oh, ik ben toch nog twaalfde. Nou, lach maar. Tegenover... Ik heb vier keer vastgestaan. Even kijken. Je gaat even je cadeau ophalen. Oeh, joh, ik heb veel mail. Gefeliciteerd, Mia. Je bent geplaatst. Zo, verwijder. Oké. Oké, waar is die? Waar is die? Ik zie hem niet. Oké. Is dit hem? Denk ik, een zilveren. Oh, mooi. Ik heb een zilveren. Nou, yes. Gefeliciteerd. Yes, dan is nu... We gaan nog even het namenrondje doen. Moet ik iedereen doen die er staat? We hebben inmiddels 93 mensen in de chat. Moet ik iedereen doen? Ik ga eens even kijken. Ik ga eens even helpen. Even kijken. Daar gaan we hoor. Heel veel mensen gaan nu hun namen zeggen. Dus wees even stil in de chat, want dan kan ik het iets makkelijker doen. Daar gaan we. Gewoon lezen. Op de boerderij met Jan, Dream, Lotte, Klaas, Willem, Dieren, Florian, Kian op de boerderij, Maujut, Manny, Klaas, Willem, Lin, Kian. Oké, die hebben we al gehad. Lin. Hoi Lin. Anouk, Carlijn, ja, Sarah. Anouk is Sita. Oh, oké. Okay. Lotte, Lin, Manny, Guus. Ja, we zijn een heleboel namen hoor. Even kijken hoor. En Lin, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En wat hebben we nog meer? Hier, zeg Floortje. Floortje! Floortje! Hey! Wat hebben we nog meer? Josephine. Lucky hebben we. Femke. Carlijn. Oh, het zijn zoveel namen. Ik ga even naar onderin de chat. Even kijken wat er allemaal erbij is gekomen. Oh, hier. Hop. Gaan we even achter voren. Rome, Guus, Femke, Lisanne, Diana. Het is Rome. Oh, sorry. Diana, Bjorn, Dikwi, Helen,
Hier gewoon. Björn, Lisanne, Femke, Guus. Zeg mijn naam. Florien. Die hebben we al gehad. Daan, Diana. Floortje. Zoe, Wendy. Hey Wendy. Mila. Nova. Carlijn. Ja, heel veel namen staan erin. Oh, het zijn zoveel namen. Moutje. Die heb je al gehad. Moutje. Even kijken hoor. Voor nu denk ik dat we er een eind aan gaan maken. Ja. We stoppen ermee. Yes. Ik vond het echt heel gezellig. Ik ook. We hebben van alles gezien en gedaan. Yes. Volgende keer gaan we misschien toch nog een keer op zoek naar die boetree. Ja. Die hebben we eigenlijk echt niet gevonden. Echt wel heel benieuwd. En ik vind het jammer dat we hem niet hebben gevonden. Dus die gaan we echt nog wel onthouden. Want die wil ik echt wel graag zien. Ja. Dus voor nu. Yes. Tot de volgende keer. Yes. Dan zijn we weer opnieuw bij een live uitzending. Ja. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie je bij de volgende live of video. Tot de volgende keer. Doei doei. Doei.